Hallo, ik ben Saar. En hoe heet u? Ik ben zuster Katrina. Mijn volledige naam is, ik ben een zuster van de missionaris van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Dat houdt in dat we hier in Nederland getraind worden en dat we ons werk doen in Afrika. Wat doet u precies voor werk? Nou, dat ligt eraan. Als je verpleegster bent, dan ga je in een ziekenhuis werken. Ik was pastoraal werkster, dus ik werkte in de parochie en ik bezocht de mensen. Waarom ging je naar Afrika en bleef je niet in Nederland? Nou, dat is een hele goede vraag. Weet je wat een roeping is? Nee. Nou, een roeping is dat je heel deep down in je hart voelt wat je moet doen. Ja. Ik was heel jong. Toen voelde ik al dat Nederland te klein was. En dat ik weg wilde. Nou, en toen naderhand, toen mijn zussen en broers gingen trouwen. En toen vroeg iemand aan mij van... Maar je bent toch ook op huwbare leeftijd? Ik zei, ja, ik zeg maar, ik wil niet trouwen. Waarom wilde u niet trouwen? Ik wilde eigenlijk dienstbaar zijn aan de mensen. En ik dacht, als ik ga trouwen en je krijgt kinderen, dan kun je dat niet doen. Dus ik ben ingetreden bij de missionarissen van Afrika. En daar ben ik opgeleid en van daaruit heb ik een plaats gekregen in Ghana. Wat vond u het leukste om te doen in Ghana? Ik was pastoraal werkster. Dus dat betekent, ik bezocht mensen in de huizen. Als de mensen ziek waren, dan hielp ik ze. Moest naar het ziekenhuis, dan bracht ik ze daar. Maar ik gaf ook les op de dovenschool. Ik ben hier in Sint-Michielsgestel al geweest. En dus ik wist hoe ik met doven om kon gaan. Dus het was een gebied in Ghana wat eigenlijk nog geen missionarissen geweest zijn. Dus ik vertelde ze over Jezus die geboren was. He, en dat hij van iedereen houdt, ook van de dove kinderen. He, en die kinderen waren heel wijs, heel wijs. Want ik heb ze ook klaargestoomd voor de eerste communie. En toen vroeg ik aan een kindje van... En wat gebeurt er als je de eerste communie krijgt? En toen zei de kind van, er komt Jezus in je hart. Dus ze had de les wel goed begrepen. Waren die kindjes dan ook altijd braaf? Die waren heel braaf, vooral als de zuster kwam. Hoe denkt u nu terug aan Afrika? Als ik aan Afrika denk, dan ben ik heel blij. Dan bid ik en dan dank ik God dat ik Afrika in mijn hart heb zitten. Dus die mensen vergeet ik niet. Nou, bedankt voor het interview. Graag gedaan.